Dave van der Meer van de LPF Westland. Gisteren komt ineens naar buiten dat Sjaak van der Tak een ton heeft toegezegd aan Kwekers in de Kunst. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ja, dat er een toezegging was qua geld, dat wisten we. Maar hoe het is toegezegd, dat wisten we niet. En dat is gisteravond onbekend geworden. En dat blijkt misschien een eenmansactie te zijn van de voormalige burgemeester. Ja. Dat is een rare zaak, toch? Dat is een hele rare zaak, want er zijn heel veel mailtjes zijn er gewisseld, hebben we te horen gekregen. En hij heeft constant zeg maar, aangegeven dat er geld zou komen. En als ik het goed begrepen heb, is er in de laatste collegevergadering moest men gewoon een besluit nemen, omdat de Kwekers in de Kunst ook ergens op rekenen. Van der Tak zegt, het is in overleg gegaan met de toenmalige wethouder cultuur, Arne Weveling. Dus BMW wist er wel degelijk van. Nou, we hebben gisteren een verslag gehad. Er was gisteravond een bijeenkomst tussen de fractievoorzitters. Ik ben daar niet naartoe gegaan. Ik had zoiets, de vragen zijn het openbaar gesteld, dus ik wil ook het openbaar antwoord. Dus ik ga er niet in een achterkamertje zitten. Ik heb later een verslag gehad op papier. En wat daarin staat, dat is luid en duidelijk. En het is een actie van de tak zelf. Hij heeft wel geprobeerd een aantal wethouders erbij te betrekken. Maar het blijft vooralsnog een actie van de tak. Alhoewel ik wel denk dat er natuurlijk ook wethouders zijn waarop het beleidsvlak cultuur zat. En of dat nu Arne Weveling was in het begin of een andere wethouder later. Er zijn misschien wel meer wethouders van op de hoogte geweest. Maar in ieder geval hebben die wethouders ook aangegeven dat het niet mogelijk was. En hij heeft gewoon doorgezet. En als je dan gewoon zelf als burgemeester naar een ambtenaar loopt en zegt, joh, maak even €40.000 over. Zonder dat het college daar een besluit over heeft genomen. Of zonder dat de raad daar wat van af weet. Ja, dat is natuurlijk, dat is not done. En dat geeft aan wat er allemaal mogelijk was in de afgelopen 12 jaar. Tot op de laatste dag letterlijk dan naartoe. Daar lijkt het wel op. Zit in de laatste collegevergadering. Het verslag is heel duidelijk. Dat is nu ook in de pers is dat bericht bekend. Dus ja, het is gewoon een heel duidelijk verhaal. En dan kan je wel proberen weg te praten. Maar het is gewoon niet goed te praten. Het is gebeurd. Je kan de Kwekers in de Kunst. Die kan je moeilijk de geld nu gaan terughalen. Hun hebben gewoon toezegging op papier van de burgemeester. Je mag als vrijwilligers in het Westland ervan uitgaan dat als je een afspraak maakt met een bestuurder dat ook staat. En wij als politiek zullen daar dan een oordeel over moeten vellen. En helaas is deze burgemeester weg. En de nieuwe burgemeester is hier niet politiek verantwoordelijk voor. Sterker nog, die schrijft, er is sprake geweest van een onrechtmatige betaling als het gaat om die €40.000. Kunt u daar nog wat mee? Kan je daar bijvoorbeeld desnoods aangifte van doen? Ja goed, dat zouden we na moeten kijken. Punt 1 is, het gaat mij om het principe. Wat hier gebeurd is, en ik ben ook bang dat het niet het laatste lijk is wat misschien uit de kast gekomen. Hoeveel toezeggingen zijn er nog meer gedaan, links en rechts? En ja, het is niet goed voor Westland dit. En een vereniging, of in dit geval Kwekers voor de Kunst, die mogen ervan uitgaan. Afspraak met een bestuurder is een afspraak. En je gaat ervan uit dat zo iemand dan politiek gedekt is. En als iemand op eigen hout allerlei besluiten gaat nemen en geld gaat lopen uitdelen, ja, dat is not done. En ja, je kan tegen een burgemeester die weg is, kan je geen motie of zo indienen. En dat wil ik ook niet. Wij roepen al veel langer van jongens, er gebeurt hier van alles in die gemeente en de coalitie die praat alles goed. Ja, dit kan zelf de coalitie niet goed praten. Dus ja, ik ben benieuwd wat we 7 november gaan horen van onze coalitiebroeders. Dat is de begrotingsvergadering hè, volgende week. Daarin ontkomt u er ook niet aan, want u zei al, ja, we kunnen Kwekers in de Kunst niet in de kou laten staan. Dus die andere €60.000 moeten we ook nog gaan overmaken. Ja, en gekker nog, volgens mij zit er nog een keer een €100.000 ergens gestopt in een integratienota. Dus ja, het is gewoon een heel raar verhaal. En we moeten heel goed gaan kijken welke toezeggingen nu echt gedaan zijn. Kwekers in de Kunst die zullen ook echt wel, anders denk ik, een advocaat of zo in de hand gaan nemen om hun recht te halen. En daar hebben ze ook volledig gelijk in. Dus ja, het wordt nog een staartje en ja, we hebben zeg maar de begroting en de pro-rap behandeling. In de pro-rap worden alle zaken behandeld die afwijkend zijn. Maar dat is niet de bedoeling dat wij zaken die onrechtmatig gebeurd zijn, om die daar dan recht te gaan breien met een raadsbesluit. En dat zullen we wel moeten gaan doen en dat ben ik nog niet van plan.